Ja, ik denk dat dat goed is. Ja, want hier komt heel veel spanning op nu. Ja. Ik denk dat het te strak is. Te strak? Nee joh. Nou, hier sta ik bij Marja en Joost. En Joost, bevalt hij? Ja, we hebben hem net gekocht gisteren. Dat is voor het eerst dat we de stormband gebruiken. Maar we hebben vorig weekend hebben we gehad dat de hele luifel over de wagen is geslagen. Van een onverwachte rukwind. Ja. Dus toen hebben we gezegd, dan moeten we er ook maar eens aan de stormband. Hey, hebben jullie ook eerder een pop-up car gehad? Een pop-up car is dit? Nee, dit is onze eerste. Ja. Dus dit is echt de nieuwste ervaring en nog maar 1 nacht in gebruik? Nee. We hebben wel een paar jaar. Okay. Een paar jaar zijn we op stap met dat ding. En waar ben je heen geweest met de car? We zijn in Frankrijk geweest. Ja. We zijn in Luxemburg geweest. We zijn in België geweest. We zijn heel veel plaatsen in Nederland geweest. Ja. Want trekken, dat moet je met zo'n ding, hè? Nou, eigenlijk zijn we niet zulke verschrikkelijke trekkers. Maar als je weg wilt trekken, dan kan het wel heel snel. Ja. En als je 's avonds na het eten naar een weekend wil gaan, dan kan dat gewoon. Want of het nou donker is of licht, je zet hem zo op. Dus. Ja. Dit is een opklapbare keuken. Die, halverwege kan je hem omklappen naar voren. Dan gaat hij dus naar de grond. En op dat moment kan je dus dingen in je kastje zetten als je hem inklapt, hè? Nee, dat klopt. Maar ik laat de handdoeken en de zachte dingen er gewoon in zitten die geen kwaad kunnen om ondersteboven te komen en ook niet te zwaar zijn. Ja. Want als je zware dingen erin zet, dan wordt het een heel geheis om hem weer omhoog te zetten. Ja. Heerlijk om alle ramen open te gooien. Kijk, ik zie nou voor het raam. Moet je je voorstellen dat als je al die ramen in de omgeving opengooit, dan kijk je dus helemaal in het landschap rondom. Ja, dat klopt. Je kunt helemaal rondom kijken. Zelfs als het geen mooi weer is en de ramen dicht zijn, want het glas is heel veel. Ja. Maar in de slaapcabines, je kunt 's morgens in bed liggend de rits open doen en zo naar buiten kijken wat voor weer het is. Dan hoef je je bed niet vooruit te komen. Joost, heb je al meegemaakt dat het echt bloedheet was en de voordelen van die pop-up car met betrekking tot die bloedhitte? Ja, dat is de reden dat we zo'n pop-up car willen hebben. Dat je dus door dat gaas gaat alle lucht er doorheen. Dus als je alle ramen open doet, dan is het als een soort airco werkt dat. Ja, want een caravan is natuurlijk veel heter. Ja, in een caravan kan dat niet. Niet op de manier zoals hier. Niet zo'n enorme vlakken, dus daar blijft het altijd benauwd. Hier sta ik bij Hetty. Ik heb gehoord, jij hebt een pop-up car. Nog maar 1 dag. Ja, klopt. We hebben vorige week gekocht. Toen heeft hij de hele week bij Kruiswijk, Stolwijk gestaan. Ja. We hebben ze hem gecheckt. En gisteren is hij hier op de camping neergezet. Het is voor jou de eerste keer? Ja, was voor mij de eerste nachtje. Ja. Je hebt nog nooit in zo'n ding geslapen? Nee, had ik nog nooit gedaan. Mag ik je vragen, wat kostte die nou, zo'n tweedehandsje? 3000. Of heb je een nieuw gekocht? Nee, niet hè? Nee, tweedehands. Nee. Hij is uit 2001. Ja. Is die lekker compleet? Voor mij wel. Ja. Ja. Zit je in je eentje of heb je kinderen of een man of een vriend? Ik heb een man, vriend, maar die wilde niet mee. Oh, dus je hebt het rijk voor je alleen nou? Ik heb het helemaal voor me alleen, ja. Lekker rustig. En nou ben je dus ook lid van de pop-up club sinds 1 dag, neem ik aan? Nou, sinds 1 week. Ja, maar ik ken de pop-up club al sinds die opgericht is. Want de oude voorzitter is getrouwd met mijn beste vriendin. Dus je bent al een beetje mee opgegroeid met deze club? Helemaal, ja. Hoe was de vergadering? Was het leuk? De overdracht van het voorzitterschap? Ja, was leuk. We hebben allemaal bier ingekocht, hè? Ja, precies. Ik ook. Heb ik mijn man laten doen, want ik had geen tijd zelf. Maar, ja. En wat drinken, Ron? Kasteelbier. Donker kasteelbier, ja. We wensen jou heel veel succes met jouw nieuwe car en dat je nog maar heel veel rond mag trekken. Wat is je aanstaande reis nu? Waarschijnlijk naar Denemarken in augustus. Kijk, dat is het meest leuke land van Europa. Ja. Vind ik ook, hè? Ja, helemaal top. En misschien eerder nog een weekendje Drenthe of zo. Moet maar even kijken. Ik moet er nog mee leren rijden. Ja. Dus, maar dat valt reuze mee, hè? Ja, wat ik gehoord heb wel. Dus het zal wel lukken. Succes! Dankjewel. Je
hier zit ik bij Anoushka. Anoushka is zich aan het voorbereiden voor de barbecue. Dat is altijd leuk hier, hè? Ja, dat is allemaal helemaal geweldig. Je hebt ook zo'n kar, dat is een Bobcat. Alle wagens op het terrein hier zijn van Amerikaanse origine. En jij hebt een Bobcat. En dat, uit wat voor land komt dat? Waar is dat gemaakt? Nou, het doek is uit Nederland. Ja. Het doek is uit Nederland? Ja. Ik heb ook gehoord dat de Bobcat inderdaad ook helemaal in Nederland gemaakt is. Weet je dat? Nee, dat wist ik niet. Ja. Ik heb gehoord dat hij in Nederland gemaakt is. Het is de, ja, het is in Nederland. Hoe lang heb je hem al? Ik heb hem nou denk ik ongeveer een jaar. Bevalt hij, hè? Nee. Zeg waarom. Ik heb hiervoor een Viking gehad en ik heb een Palomino gehad. En de doek is gewoon, de Amerikaanse doeken zijn gewoon veel steviger. Ja. Oh, dus je bent er wel mee bekend met het, die Viking. Was het ook een Amerikaan? Ja, Viking is een, ja, Canadees. Ja, en ik heb de Palomino hebben wij vroeger ook gehad. Maar ik begrijp niet dat je dan de Viking en de Palomino weggedaan hebt. En ik kom ineens met een Bobcat. Met een slecht doek, waarom doe je dat? Nou, de Viking die was gewoon, het was ook het doek echt helemaal rot van. Ja. En de Palomino heeft mijn broer vorig jaar op de snelweg kapot gereden. Maar de Palomino heeft wel een goed doek. Ja, hij heeft hem wel kapot gereden, maar als hij hem niet kapot gereden had, dan had jij nog steeds in je Palomino gezeten, hè? Zeker, ja, nee, dat was het beste gewoon. Heerlijk. Ja, nee, mijn Palomino was, was een heel fijn ding. Dus jij wil weer een Palomino terug? Denk ik wel, ja. Succes met zoeken. Bedankt, hè.